Success isn't always about greatness. It's about consistency, consistent hard work, gains, success, greatness, welcome. Hierbij wil ik aangeven dat het niet altijd makkelijk is geweest om mijn diploma te behalen op de opleiding van leraren, instituut opleiding van leraren. Het is altijd een harde weg geweest om mijn succes te behalen. Maar als je altijd doorzet en je altijd de willpower hebt, yes, blijven doorzetten, nooit opgeven, dan kom je op je bestemming. Ja, ik wil de anderen hierbij motiveren, de leerlingen van mij, de medestudenten die ik had van cohort 2016-2018. Jullie kunnen het nog alsnog afronden. Ook de mensen die merken dat ze willen opgeven, welke studie dan ook, je kan je diploma altijd bereiken. Yes, altijd hard blijven werken, nooit opgeven. Tijd is aangebroken dat ik heb vandaag mijn MOB diploma in ontvangst genomen van mevrouw Neslo, de coördinator van de biologie opleiding van het IOL. Het is mij een waar genoegen om mevrouw Neslo hierbij en alle docenten die mij gedurende de periode hebben bijgeschaafd voor de persoon die ik nu ben na de periode. Mevrouw Neslo ben ik heel erg dankbaar en ik heb geen woorden om eigenlijk dat gevoel te beschrijven die zij mij de periode heeft eigenlijk heeft bijgestaan gedurende mijn cohort van 2016-2018. Ik heb het heel vlot doorlopen. Ik ben haar heel erg dankbaar. Ik heb jammer genoeg geen presentje bij me, maar ik hoop dat met deze woorden dat ze eigenlijk hierbij kan volstaan. Dank u wel, mevrouw Neslo. En ik hoop dat u trots op mij bent. Geen dank, graag gedaan. Ik zou maar wensen dat we meerdere studenten hadden die zich profileren als jou. Je weet zelf dat je heel veel groei hebt meegemaakt vanaf je bent begonnen. Met jou nog een aantal anderen die ook hebben afgerond, onder andere ook Marcella en Raisa, die ook vandaag hun diploma ontvangst nemen. Ik hoop alleen maar dat alle andere studenten even hard hun best zullen doen om zo gauw mogelijk en zo goed mogelijk af te ronden. Blijf ons trots maken. Ja, wanneer we ergens komen, laat ons met graag te horen dat we daar een biokracht hebben die goed presteert. Ja, en dan is alles goed. Hierbij wil ik dan opleiding biologie bedanken voor de ondersteuning die zij aan ons hebben gegeven. Raisa en Marcella, kan je hierbij ook iets zeggen? Dank u wel.